Minister Albert Jibitana van Transport, Communicatie en Toerisme zegt dat Suriname meer kan verdienen uit belastinginkomsten. Vooral uit de toerismesector. Hij sprak gisteren op een informatiebijeenkomst met toerisme stakeholders. De organisatie deed TCT in samenwerking met de Suriname Hospitality and Tourism Association. We moeten verantwoordelijkheid gaan nemen. Degene die geld verdienen, want dat is ook een boodschap. Wanneer je geld verdient, moet je ook belasting betalen. Je kan niet alles gaan afwentelen op de overheid. En denken dat de overheid telkens moet inkomen. En dat we onze handen moeten gaan ophouden of openhouden. En kijken of we naar donoren of sponsoren hebben. Ik sta voor een aantal programma's bij. Ik stond en ik sta nog steeds met betrekking tot zaken die gebeurd zijn, die nog gebeuren en die verbetering behoeven binnen Suriname. Maar alles valt en staat met verantwoordelijkheid. Jibitana benadrukt dat alle stakeholders moeten samenwerken om de toerismesector verder te ontwikkelen. Ten aanzien van milieuvervuiling zegt de minister dat er een mentaliteitsverandering moet komen en er niet steeds gegrepen moet worden naar strafmaatregelen. Waarom moeten we telkens die zweep achter die deur houden? Want dat is wat wordt gezegd. Handhaving, handhaving, handhaving. Je ziet het toch, rijgedrag. Iedereen slaapt keurig. Stuur met twee handen. Maar plotseling na twee weken belast je in een foto. Kan, een andere schuld in een klein boekje. Maar het komt weer ergens vandaan. Het is nooit de schuld van de persoon. Het is altijd, want het begint van kleins af. Wanneer een kind begint te lopen, die valt, die stoot zijn hoofd tegen een tafelpoot, die huilt. En wat doen de meeste ouders? Stoot de tafel. Dan zie je dat kind zijn mond heeft geworden. Nee, je moet beter opletten. Van kleins af moet je dat leren. En dat moeten we meenemen in ons toeristenbeleid. De minister zegt dat netheid bij jezelf begint en dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om het milieu schoon te houden. Op deze bijeenkomst is ook de naam van de officiële website voor toerisme in Suriname, en wel surinametravel.com, gepresenteerd.